Ze waren al onder invloed van, van een crack toen ze ons uh, aanvielen. Dan dat roepen was... zij dingen of is het vooral fysiek? Ja, we gaan een fucking kill you all. Dingen zoals dat. We hebben ook drie dagen niks te drinken gekregen en te eten. Het kan zo misgaan. Het kan zo ongelooflijk misgaan. Wordt die vrouw nog uh, verkracht door iedereen of niet? Ik wil het gewoon weten. Want je bent niet alleen bang, je bent ook heel boos. Als je gegijzeld wordt, zo gewelddadig. En je bent helemaal in elkaar gemept. Uh... Iedereen heeft zijn eigen verhaal of klein. En er zijn nog zoveel unieke en bijzondere verhalen niet verteld. Verhalen die ons prikkelen, inspireren of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. In deze podcast vertellen mijn gasten hun extreme en waargebeurde verhalen zelf. Ik ben Iris Entoven en dit is Held een eigen verhaal. Tijdens het maken van een documentaire over mensenrechten en milieuschending in Nigeria wordt Jan-Dries Groenendijk in mei 2014 ontvoerd. In een hut vol ongedierte diep in het mangrovebos wordt hij samen met twee anderen door gewelddadige gedrogeerde jongens met kalasjnikovs dagenlang vastgehouden. Hij is ervan overtuigd dat ze niet zullen overleven, maar probeert het hoofd koel cool te houden. Gelukkig kan hij wel navertellen over de band die ontstaat met de andere gijzelaars, de gesprekken die er worden gevoerd met de gijzelnemers en de aard van de problematiek in deze gebieden en de rol van de grote oliemaatschappijen. Fijn dat je er wil zijn. Um... Om te beginnen, um, als documentairemaker maakt je natuurlijk veel documentaires in verschillende conflictgebieden. Um, wat is het doel van deze reis en kan je ons meenemen naar ja, eigenlijk een beetje breder naar alles wat daar speelt, wat jullie intentie is en ja, wat je hoopt daar te bereiken? Uh, ja, ik was uh, daar naartoe gereisd met uh, Sani Ovehe, dat is een uh, milieuactivist. Uh, Eén van de tien, um, die niet opgehangen is uh, destijds in, uh, aan hoogwerkers in de stad Worry. waar Shell mede verantwoordelijk voor was. Want hij komt daar vandaan ook. Hij komt daar ja. vandaan, ja. En um, ja, die, hij vecht al jaren, zeg maar, tegen uh, ja, dat Shell daar uh, ja, ongelimiteerd. Uh, olie uit, uit de grond haalt, rooft eigenlijk voor een appetit koopt. Mm -hmm. uh, waar de, um, de lokale bevolking uh, helemaal niets van terugziet. Dus wij waren daar onder andere om um, ja, de lokale vissers en de mensen die daar wonen in het totaal vervuilde uh, gebied waar uh, Shell dus opereert, om, om erachter te komen dat... Uh, dat er helemaal geen vis meer was. En uh, mensen echt straatarm. Uh, ja, nog armer dan ze al waren. Zo rijk zijn ze niet, vissers daar in, uh, in de Delta. Tijdens het maken van de documentaire daarover, over die misstanden. Uh, werden we gegijzeld. Ja, kan je ons meenemen naar deze dag? Want je bent niet alleen, je bent um, met een groep ook. Ja, we varen vanuit Worry. Met uh, twee bootjes. Naar ja, een bepaald Je hebt er heel veel koningen en uh, prinsen. En het, is een beetje een soort, het ziet er ook uit als een, een total fairy tale-achtige situatie. Ja. Het is ontzettend mooi. Met een heel klein laagje olie erop, overal. Was het de, de, het doel van die dag ook om daar interviews te gaan opnemen? Of was er een bepaald gebied waar jullie heen wilden om iets te laten zien? We gingen dan uh, filmen een locatie waar uh, Chevron. Ja. Het uh, blijk van waardering voor het roven van al die olie, want die doet dat ook daar. Um, hadden ze een, een ziekenhuis gebouwd. Wat natuurlijk een mooi ding is, alleen het was een soort nep ziekenhuis, want dat werd helemaal niet gebruikt. Idiote situatie. Ja, dus zij hebben daar als een soort van. We willen niet alleen nemen, een ziekenhuis neergezet, maar echt als poppenkast, maar totaal niet. Ja. Ja. Een, een rookgordijn. Ja, oké. Okay. Dus jullie varen. Um, door prachtig gebied, wat je eigenlijk al zegt. Met een laagje olie. Kan je ons meenemen naar het Prachtig wat gebied. Echt werkelijk um, uh, mangroven. Zo ver rijkt, in uh, Water. En ja, en, um, en opeens um, komt er. op Hoge snelheid komt er een bootje aanvaren. Met iets van twintig. Nou, een boot best wel een polyesterboot met twee motoren achterop. Met twintig gewapende mannen die op ons beginnen te schieten, dwars door de boot heen. En er komt ook iemand om. om in de tweede boot te overlijden. Komt te overlijden, ja. Oh jeetje, zij, zij openen gewoon het vuur. Ja, ja, een beetje. over ons heen proberen te schieten. Maar ja, ja ze komen keihard aanvaren met golven. En ja. dus dat gaat alle kanten op. Met wie zitten jullie op dit moment in de bootjes? Jouw gezelschap? En? Nou, we zitten, het, zijn, het zijn eigenlijk t, uh, twee clubjes. Um, dus, um, dus ik en die twee anderen, uh, Erhard en uh, Marianne. Ja, twee Nederlanders die daar de ook voor hetzelfde uh, en, zitten. Uh, ja. ja, en dan, uh, en dan uh, worden we... Uh, ja, dan springt... Op een gegeven moment liggen we allemaal plat in de boot. De meeste mensen springen in het water. Uh, en uh, het eerste wat er gebeurt is dat ze... Um, een mitrailleurs leegschieten op de motor van onze boot. Zodat hij het niet meer doet. En ze roepen, we willen de witte. En hoeveel witte zijn er op deze boot? Er zijn drie witte op deze boot. De drie Nederlanders. Ja. Op zo'n moment dat er wordt geschoten, wat gaat er dan door je heen? Uh, nou ja. Uh, dat, je, dat je laatste uurtje geslagen is, denk je dan wel. Ja, uh, ja toen werd iedereen. Uh, uh, moest, de boot, moest de boot in van de, van de gijzelaars. Het was een gecoördineerde actie. Oké, okay, het was heel gericht. Ja. ja. En de mensen die in het water lagen dan? Die werden ook weer uit het water gehaald? Nou, die klommen weer aan boord. Oké. Okay. Nou, dat uh, niet iedereen werd gevangen genomen. Hè. Dus uh, wel ook nog een paar mensen, uh, waaronder Stanny, werden uh, uh, ook meegenomen en een paar uur vastgehouden ergens en losgelaten. Oké. Okay. Dus jullie drie worden meegenomen? Ja. Ja. Wat gaat er dan in je om? Wat denk je dan? Nou, weinig, want ik zat in me bewusteloos geslagen. Ik lag onder in de boot. Oké. Okay. En. Uh, ik werd op een gegeven moment wakker en dan was het nog mooier. Maar met twee, uh, uh, met, met twee uh, hele ja, gevaarlijk uitziende jonge mannen. Kinderen eigenlijk. Mm -hmm. Jonger dan mijn kinderen. Uh, uh, werden we uh, een uh, stuk hout opgedreven midden in het, uh, het mangrovenbos. En daar moesten we blijven staan. De boot ging weer weg. Die twee jongens bewaakten ons. Eén was totaal gek, mm -hmm. en een psychopaat. En de andere was een hele vriendelijke, soort reggae-achtige, joint-rokende hippie. Ja. Mm -hmm. Hoe noem je zo iemand een, uh, een ja. reggae man? Ja, gewoon heel relaxed. Ja, ja. Heel, heel relaxed was die. Ja, En je zegt al: jointjes roken, waren ze. Ja, onder invloed? Ja. Oké. Okay. Ze waren al onder invloed van, van crack toen ze ons uh, um, aanvielen. Ja. En dan sta je daar met z'n drietjes uh, en twee bewaking. Ja, en een vrouw. Uh, Sorry? Marianne, met een vrouw, Marianne. En, en die, uh, die, het eerste wat zij zegt is. Uh, um, nou, net zoals wat ik net zei, wat is die prachtig? Totaal surrealistische opmerking in de situ gegeven situatie. En, uh, maar wel mooi ook. Een, uh, het was ook, ik had nog nooit iets moois gezien. Hmm. En, uh, en ik dacht, oh, fuck, ik ga hier uh, de pijp uit in het Sprookjesbos. Dat dacht ik wel, ja. Ja, bizar. En communiceren ze al met je van wat er. Heb je al een idee van. Nou ja, wij moeten van de ene man moeten we ons mond houden. En anders krijgen we een klap. Dat doet hij ook. Die slaat heel hard met geweren. En die andere die. Uh, dus dan kan ik aanvraag dus aanvragen: aan hey, man, are we gonna survive this? En hij zegt, don't worry. The nou ja, reggae man zegt, don't worry. Ja, For whatever it's worth. En. Um, nou ja, ineens komt die boot weer terug. Die is uh, gaan kijken of ze niet gevolgd zijn, neem ik aan. En, um, en wij moeten die boot, worden die boot erin gemapt, werkelijk. En, um, echt dat de botsplinters eraf vliegen, Or, ook bij, uh, bij Erhard. Mij zijn al mijn spieren afgescheurd van mijn arm. Omdat ze zo fysiek... Nou ja, dat was zo uh, zeg maar, uh, beschadigd geraakt. dat uh, met een heel klein ongelukje alles af, af, afbrak. Zeg maar. Oké. Okay. Yeah. Later, een jaar later. Maar, uh, nou ja, dus en, en we gaan uren varen. Uren door. En ik weet niet waar, want ze liggen onder in de boot. En op een gegeven moment. Uh, ik kan wel een beetje naar boven kijken inmiddels ben ik weer een beetje uh, helder. En zie ik dat we door allerlei kleine tunneltjes... en hele ingewikkelde uh, waterwegentjes begaan... om tenslotte aan te komen op een steiger ergens... waar nog twintig andere jongens staan met klasnikos. En die geven ons ook allemaal een map... en dan worden we een hok ingeslagen en daar zitten we... Uh, op een bed met uh, een man met een, op een meter afstand met een machinegeweer op mij gericht. Wat zeggen ze allemaal? Wat zeggen ze allemaal? Wij zeggen niks, wij houden ons mond. Want we, ik zeg tegen iedereen, we moeten niks zeggen nu, er niet praten. Uh, Dan nou, roepen is... zij dingen of is het vooral fysiek? Ja, we gaan fucking kill you all, dingen zoals dat. Ook drie dagen niks te drinken gekregen en te eten. En toen op een gegeven moment. Nou, we kregen wel water in het begin. Want ik had, uh, op een gegeven moment kwam er iemand met mijn medicijntas. Ik ben hartpatiënt En er zaten al pillen in. En, uh, van wie dat was. Ik zei, dat is van mij. Zei, dat heb ik nodig. Geef maar. En, uh, en toen zat ik die pillen zonder iets door te slikken. En dat, uh, ja, dat ging natuurlijk niet. Toen kregen we water. En toen, ja, heel langzaam maar zeker, veranderde de zaak wel een beetje. Van klappen krijgen. Kreeg ik ineens een pakje sigaretten. Een hele zak ja. wiet. Een aansteker. Een tandenborstel. Ja. Kregen we uh, eten. Ja. Nou ja, eten. Uh, Indomie, zegt hij dat iets? Dat, nee. Dat is ja, zo'n mie waar je water bij gooit. Oh ja. ja. Dan zitten jullie in dit kleine hutje. Hoe ziet het hutje eruit? Nou, het hutje is, een, uh, is gewoon een shack waar net uh, een, zeg maar, uh, een bed in past. En daar zitten we, liggen we met z'n drie op. Zitten okay. we eigenlijk. Zijn die vastgebonden of, of los? Nee, zijn niet vastgebonden. Okay. Maar in dat kleine hokje zit een permanent man met een gun in je face. Okay. Later komen we erachter. Ik begreep al niet zo wat hij daar deed. Maar later begrijp ik dat we op, de munitie, uh, op het munitiedepot slapen. Onder het bed. Er liggen granaten, uh, RPG's, dat zijn rocket-propelled grenades, uh, uh, Klasnikovs die uh, voor onderdelen, daar ligt uh, munitie. Ja. Met echt de gevaarlijkste plek waar je maar kan zijn, ook natuurlijk. En hoe is de eerste, de eerste uren en de eerste nacht? Wat, wat gaat er door je heen? En... Het is een uh, totale anarchistische, krankzinnige bedoeling. Er gaan guns afdelen tijd. Er wordt geschoten, er wordt gevochten om ons heen. Dat zitten, hoor je ook. Dat horen we, hè? we ja. zien niks. Ja. Ja. Maar iedereen was stoned, crack, pipes. Dus, die gingen, dus het was donker en je zag, uh, je zag uh, van het blauwe licht van, van waterflesjes. En dan hadden ze dan op ingenieuze manier met zilverpapier een uh, pijpje van gemaakt. En daar ging dan, ze waren knetterstoned. Ja. En dan was er nog een andere. Uh, Allucigenum, uh, wiet, niet, niet, niet uh, cannabis. Mm -hmm. Maar iets waar je echt van gaat trippen. Ik heb het ook gerookt. Om maar een beetje mee te doen. En uh, totaal gek. Maakt dat het niet juist ook heel angstig, weten dat ze gewoon totaal niet ver... dat iedereen zo stoned is dat niemand ja, ja. rationeel kan handelen. Dat het nee, zo het mis kan gaan. Het kan zo misgaan. Het kan zo ongelooflijk misgaan. Ja ja, dat is niet gebeurd, maar het had nog veel. Uh, ik, ik, ik maakte me heel erg zorgen om Marianne. Die uh, ze zei dat ook, die, ik hoorde ook steeds een stem die zei I'm gonna fucking rape you. En, uh, en ik, ik heb toen uh, uh, gevraagd om de om die, uh, nou ja, het baas, maar de commandant te spreken. Ik zei: Wanneer nu die commandant spreken? Mm -hmm. En om eens te informeren hoe dat nou, of er nog wel iets van orde en law is. Wordt die vrouw nog uh, verkracht door iedereen of niet? Ik wil het gewoon weten. Ja, omdat ze de hele tijd riepen van ja. dat ze haar zouden gaan verkrachten. Ja, voor haar moet dit ook echt. Ja, zegt een nachtmerrie. Dus uh... Is er ook een moment dat, het, dat jullie echt bang zijn dat het misgaat? Nou, er is een moment waarop Marianne uh, tussen ons inkomt liggen in plaats van aan het zeiken. Want er komt steeds een hele vervelende vent. Die komt daar half op bed zitten en uh, het wordt eng. Mm -hmm. Ja, we hebben, ik heb op een gegeven moment uh, gezegd, uh, weet je wel hoe oud zij is? Toen zei ik Marianne, vertel in het Engels, vertel hoe oud je bent. Toen, uh, ik zei, doe er maar tien jaar bij. En toen zei ze, uh, nou ja, toen zei ze... Ik zeg, nou, ze, is niet, ze is oud genoeg om je, om, je, om, je, om je oma te kunnen zijn, man. Doe niet normaal. Nu doe, doe ze een beetje normaal. Je bedrijft niet de liefde met... Uh, nee. Als je daar al van wil spreken, weet je. Ja. Um, je hebt geen seks met vrouwen die, die je oma kunnen zijn. Dat ja. doe je gewoon niet. Ja, dus door te zeggen inderdaad, van zij had je oma kunnen zijn, maakt hij het voor die mannen zo min mogelijk aantrekkelijk. Dat maakt het ja. is heel onaantrekkelijk voor ze. Ja. ja. En dat zijn dus de eerste, ja, de eerste nachten. Hoe, ja, hoe, hoe voelen jullie je? Kunnen jullie dan ook een beetje met elkaar praten? Over... Ja, inmiddels kunnen we weer met elkaar praten. En we mm -hmm. vragen ons af hoe lang we hier gaan zitten. Dit, ik bereid me erop voor dat het wel als maanden zou kunnen gaan duren. Dit. En, en hoe we ons uh, gaan, moeten gedragen. Nou ja, ik heb uh, gevraagd of ik op een gegeven moment naar buiten mocht. En toen werd er al gezegd, ja, je wil hem niet naar buiten, het is veel te warm buiten. Het is koeler hier, je kan beter hier blijven. Ik zei, nou, ik moet even naar buiten echt. En toen heb ik uh, buiten ben ik buiten gaan zitten en toen heb ik gezegd tegen uh, de commandant van luister, het gaat echt niet goed met die, met die twee uh, die binnen zitten. Het gaat echt niet goed. Het loopt helemaal uit de hand. Die ene gaat helemaal in paniek raken. Toen zei hij, ja, dat, dat is jouw taak om daarvoor te zorgen. Ik zei, ja, lekker makkelijk. Jij hebt ons hierheen gehaald. Um, dus ik zei, er moet wel wat veranderen. We moeten echt eten hebben regelmatig. We moeten water krijgen. En er is nog nou ja, een paar andere dingen, weet ik veel. Uh, maar ja, toen, kwam ik, toen hoorde ik ze uh, grappen maken. Dus we kwamen een beetje... We uh, waren ze net grappen aan het maken met elkaar. Dus het was een beetje... Verkeerde timing dat ik dat zei, maar uh, dat had ook geen enkele zin. Maar ik. Ondertussen. Uh, zei ik: Is dat. Uh, een... En toen wees ik zo op zijn borst: Is dat een. Uh, een tatoeage van Ek Betsu, de god van het water? Toen zei hij: Ja. Dus dan mag ik hem aanraken. Toen heb ik zo die tatoeage aangeraakt van de man die me waarschijnlijk gaat vermoorden. Inmiddels. Had ik ook al gehoord gekregen dat ik een liability was, omdat ik hartpatiënt was. En ze hadden, de tegenpartij, de onderhandelaars, hadden mijn ziekte ingezet om te pressure, te, om te, uit, te drukken, uit te oefenen op de gijzelaars, om voor mij te zorgen. Mm -hmm. En toen hadden ze gezegd: we maken hem dood, we willen dit gezeik niet aanhoren van jullie. En dat had ik te horen gekregen van iemand die mij goedgezind was, die mijn bewaker was. En die okay. zei, je gaat eraan. Hij zei een van de bewakers, dus die bewakers roleerden. Dus met elke andere bewaker krijg je een beetje een andere band. Ja. En een van die bewakers die ja, iets vriendelijker was, ja. liet jou zo verluisterend weten van, ik heb helaas opgevangen dat je ja. eraan gaat. Ja. Wat gaat er dan in je om? Ja, uh, dat is allemaal. Ja. ja, waar denk je dan aan? Ja, mijn uh, kinderen. Mm. Maakt hij je zorgen? En vrouwen en, vrouw en vrienden en, uh, mm -hmm. het is natuurlijk gewoon een trauma, mm -hmm. en ja, dat raakt. Moment uh, sta je dus bij um, een van die um, bewakers met dus die tattoo op zijn borst waar je over is dat een teken van connectie of was, wat, wat was het doel daarachter? Ja, een soort, uh, een soort uh, levensbehoud mm -hmm. um, uh, ga je een dialoog aan met een, met een grootse lul die eigenlijk het liefst overhoop zou knallen zelf. Ja. Um, en die probeer je ja toch uh, daar probeer je uh, ja het is uh, een vreemd overlevingsmechanisme wat er dan aangaat en dan uh, ik heb het wel veel eerder uh, aangehad en dan uh, nou dan wil je mensen aanraken en uh, ja connectie maken ja. ja reageerde hij er goed op ja oké okay. ja. dus het werkte ook ja ik heb een uh, zo'n dat vouage waarop staat niet reanimeren. Dus dat vond hij dan weer interessant. Oké. Okay. ging hij dan weer aan voelen. Dus dat, dat er kwam een soort... Uh, ja. Deze bezoekjes naar buiten... om dus te plassen... en een beetje de eerste gesprekjes te hebben. Kan je daar wat over vertellen? Hoe zich dat, Wordt dat steeds iets, iets soepeler? Of is het nog heel erg bewaakt? Nou ja, het is heel erg bewaakt. Ja, er, hmm. zijn, uh, er staat altijd iemand naast je... Dus ook als je naar de wc gaat, en er is geen wc, er is een plank. Dan, uh, dus, uh, dan, staan er, uh, dan staat er altijd iemand naast je met een uh, geladen uh, Klasnikov. Ja. En, deze, en, en die gesprekjes, kan je ons daar iets meer over vertellen hoe dat. Uh... Ja, op een gegeven moment uh, is er een bewaker die heet Goodson. Mhm. Mm en dat is hij ook echt. Dat is echt een brave borst. Die geeft ook zijn telefoonnummer na een dag. Dus een gijzelaar die zijn telefoonnummer geeft. Waarom doet Dom. hij dat? Nou, want, als, als jullie weer vrijkomen, dan bel me en dan uh, misschien kun ik je afspreken. Oh, en, ja. De dagen vorderen. En gelukkig na drie dagen krijg je dus wat, wat, wat water en wat eten, toch? Ja, water eerst. Ja. 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 Kan je ons meenemen naar hoe het steeds. Hoe je steeds misschien door gesprekjes meer kan krijgen. Ja, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat, uh, dat, het, dat het een hele rare situatie is. Zij eigenlijk helemaal niet weten wie wij zijn. En we krijgen de indruk dat. Ik krijg de indruk, moet ik zeggen, dat uh, is verteld dat wij uh, Shell-medewerkers zijn. En. Uh, maar dat de grote baas um, gewoon, of de commandant van dit clubje, een heel klein clubje, want ik ken ook de, maar zeg ik het later. Mm -hmm. um, die um, heeft hun gewoon uh, ja, misleid, door te vertellen, um, we zijn er gewoon in opdracht gegijzeld. Dat is, uh, maar dat wist ik toen nog niet. Hoor. Nee, krijg je op dat moment al tekenen dat er wordt onderhandeld? Um, mm, ja, na vier dagen of zo um, ik, krijg ik een biertje, ben ik buiten en krijg een biertje in mijn hand. Hoe is dat? Wat, wat een gek moment. Ja, nou ja, ik, ik ben weer eens buiten en um, uh, buiten staat een, uh, een altaar voor Ekbesso, daar staat eten op en bier. En Ekbesso is toch God van de oorlog, toch? God van de oorlog die ja. in het water uh, woont. En, um, en ik zie ze ook af en toe een slokje daarvan nemen. En ik, ik denk, nou, ik wil ook wel een biertje. En iets te drinken gewoon. Mm -hmm. en, uh, dus ik krijg ineens kreeg ik zomaar een biertje. Alsof ze mijn gedachten lezen. En uh, oké, okay, we gaan praten uh, met uh, de onderhandelaars. En jij moet vertellen dat je nog leeft. Dat we je niet doodgemaakt hebben. En. Uh, en uh, dus even contact maken en even vertellen hoe het hier gaat. Nou, uren varen. Um, en ik kom heel, bij een heel kleine... Ik hoor wel een dorpje in de buurt. En ondertussen zit ik met een, met een soort pet op. Mag ik rechtop zitten. Met een, een hele oude jas aan. En uh, mag ik kijken ook waar ik heen ga. Dat is fantastisch. Dus ik kon eigenlijk zien waar ik was ook. En, uh, het eerste stukje niet, later wel. En uh, toen kwamen we bij een kleine check. En daar, dat was het een punt waar er dus uh, bereik was met de telefoon. En daar kreeg ik toen uh, uh, Sunny aan de telefoon. Sunny Ovee, de onderhandelaar. Milieuactivist. Die voor ons onderhandelde. Um, en die uh, vroeg hoe het allemaal ging. En uh, ik zei, nou... Uh, en toen kreeg ik een gun op mijn hoofd. In het Engels. Hè, het, uh... En toen werd er heel hard gedrukt op, op mijn schedel met dat ding. En toen uh, werd er mij verteld dat ik moet zeggen dat het heel slecht ging. En, uh, nou ja, dus, en dat, er, dat er snel, dat er snel uh, geld moest komen, mm -hmm. moest ik zeggen. Nou ja, dat heb ik ook gedaan. En, uh... Maar ik kan me wel voorstellen, als je dan zo'n telefoongesprek mag voeren, dat je denkt: oké, okay, er wordt onderhandeld. Er wordt misschien geld betaald. Geeft dat ook een sprankje hoop? Uh, ja, het was heel fijn om uh, een stem te horen. Uh, om mijn vriend uh, Sunny te horen. En um, die zei ook wel dat alles, dat, uh, dat er, uh, alles uh, van alles werd gedaan en dat er uh, onderhandeld wordt. En, uh, dat het allemaal goed gaat komen. En, um, ja. Maar ja, ik had net gehoord dat ik van kant gemaakt zou worden. Dus ik dacht. dat dit het moment zou zijn. Oké. Okay. Dat ik dat telefoontje zou plegen en dat het dan zou gebeuren. Aha. Dat ze dat telefoontje nog van jou nodig hadden. voor het geld. Ja. ja. En dan van in ieder geval van mij af zijn. Maar goed, het is niet gebeurd. En, uh, is Hoe lang dacht je, nee. je dat? Zag ja, dat ook? dat leek me heel logisch. Ja. Zij ook, want dan ga je daar ook weg bij, uh, bij de andere twee. Ook en omdat ik een biertje kreeg en iedereen was aardig, ik dacht oh, ja. oh vissie, vissie. Ja. Maar je zei ook volgens mij: dag tegen Marianne en Erhard, toch? Ja, ik zei: ik heb afscheid genomen. Want ik dacht dat niet meer dat ik ze terug zou zien. Wat, een, wat raar, wat een gek gevoel moet dat geweest zijn. Ja. 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 Is er ook een moment geweest waarin je ook dacht: nu gaat het gebeuren? Of een moment dat je daarover die. Nou ja, toen dus tijdens dat telefoongesprek dacht ik, uh, en dat zijn mijn laatste woorden. En dan, ja. het, nou, en dan val ik straks, hier lig de uh, te rotten in deze creek hier, in deze ja. lagune. Heb je een moment nagedacht om te ontsnappen? Ja. Ja? Nou. Veel uh, routes bedacht? Zeker, ja. Alleen maar eigenlijk, dat was mijn uh, hoofdzakelijke, mijn, mijn, mijn grootste taak was... Om, tenminste waar ik het meest mee bezig was, was uh, het verkennen van de situatie en hoeveel mensen er zijn waar de gunst staan. En, uh, want Je bent niet alleen bang, je bent ook heel boos. Als je gegijzeld wordt, zo gewelddadig, en je bent helemaal in elkaar gemapt. Dan, uh... Maar met zo'n telefoontje ben je ook best wel dicht bij de bewoonde wereld. Dus bij een dorpje. Ja, daar heb ik ook gedacht van. Uh, nu zou ik eruit kunnen springen. Maar ja, ik, inmiddels had ik al die gun op mijn hoofd. En ze stonden ook. Ik ben wel uitgestapt uit die boot. Dus ik stond zeg maar vlakbij het water. En met zo'n zo stuk of acht man om me heen. Dus moeilijk ja. Te ontsnappen. Ja, ja. ja. En, in, um, en dan kom je weer terug. Hoe is dat weerzien dan weer als je terugkomt in het hutje naar de telefoon? Nou, het is fijn om weer terug te zijn, vreemd genoeg. Ja. ja met behoud van uh, lichaam en uh, geest ja ja dat is een fijn weerzien ja want je bouwt toch een soort van band met elkaar op nou zeker een hele hebben we nog steeds ja. ja en voor hun om jou weer terug te zien misschien zij zij hebben ook ook voor ons fijn ja angstig uh... ja ik denk het wel ja ja, ja. ja. hebben jullie met z'n drie ook plannen als je dan een beetje kan praten gemaakt van we gaan hier en daar proberen te ontsnappen. Nou, ik heb wel aan Erhard gevraagd of hij wist hoe hij uh, uh, zo'n boot kon besturen. En of hij wist hoe hij een uh, Klasnikov kon bedienen. Nou, allebei was het antwoord: uh, nee, de Klasnikov kon hij niet bedienen, maar de boot wel. Oké. Okay. Nou, dat is mooi, want ik heb geen idee hoe zo'n ding, wer ding werkt. Dus ik heb wel uh, bij Erhard. Uh, een beetje gevraagd of ik, of ik wat aan hem zou kunnen hebben. tijdens een eventuele. ontsnapping. Ja. Hoe, ja, hoe zijn de dagen na de telefoontje? De dagen na het telefoontje zijn. Uh, um, een soort hel. Uh, er staat. dag en nacht staat er een dvd aan. Uh, er is een kleine aggregaat. Inmiddels hebben we een ventilator gekregen. Een werkende? Een werkende ventilator, okay. die af en toe werkt. Totdat de benzine of de diesel op is, ik weet niet wat erin ging. Want het is bloedheet natuurlijk in die kleine ruimte. Heel erg heet, ja. 50 graden ongeveer. Ja, er staat dus een, uh, een film op, een hele slechte film, van Rambo heet die geloof ik. Verschrikkelijk, ik heb hem, ik heb hem zeven dagen gehoord, dag en nacht. Deze dvd stond continu aan? Ja. Is dat expres als een soort van martelmethode? Ik heb gezegd: jullie zijn ons aan het martelen op een gegeven moment. Het kan niet. Het ding moet echt uit. Maar nee, het was niet opzettelijk. Het was de enige DVD die ik deed. En de jongens waren totally bored. Oh, die en, keken gewoon deze film de, keken de hele tijd. Die keken deze film tijd. de hele tijd. Aha. Keihard. Met een rieten wandje, zeg maar, tussen ons en de. Och. Ja, want wat deden deze jongens de hele dag? Blauwe. Uh, bezen. Uh, uh, gewoon drugs gebruiken. Ja. Hoe komen jongens hier terecht? Hoe, hoe, want je raakt ook aan de praat met mensen, je hoort er ja. verhalen. Het zijn uh, kinderen. Voornamelijk. Dus, uh, zeg maar onder de. In elk geval 15 jaar of zo. Uh, echt jonge jongens. Die. Um, um, door. door met, dankzij uh, Shell. Uh, ook niet door Shell worden aangenomen voor baantjes. Er uh, worden ook geen baantjes voor uh, geregeld. De jeugd uh, wordt aan zijn lot overgelaten. Er is, er is geen perspectief. Er is, uh, ze, ze zijn niet uh, educated. Uh, er is geen school. Dus, uh, um, het is of je, je, je sluit je aan bij een, bij een, een van de bendes. Een van de milities. En dan heb je wel een soort uh, familie, heb je dan ook, die voor je zorgt. En dan heb je geld, af en toe als het er is. Vaak niet. Maar ja, als je op bestelling mensen kidnapt en daar waren ze in gespecialiseerd, Dat hebben ze wel eens eerder gedaan. Bij uh, ook anderen. Um, daar kwam ik achter later. Dus voor de kinderen is het gewoon een, een, een keuze om te overleven. om je aansluiten bij een van de jongens. Ik zou het bendes. ook doen. Als ja. ik daar als kind uh, ja. had gewoond, dan. Uh, ja, je hebt geen keuze. Het is of creperen of uh, vissen kan je niet meer. Dat is wat iedereen deed. Ja, maar door de olie is alle vis. Alle vis is dood. Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment ook. Nou, misschien niet het Stockholm-syndroom... maar een soort van empathie krijgt voor deze jongens. Als je een beetje de verhalen hoort en. Ja, een aantal uh, dagen met hun ook zit. Ja. Ja, op een gegeven moment uh, kwamen we er wel achter dat we eigenlijk uit hetzelfde hout gesneden waren. Dat we uh, alle, allemaal uh, activisten waren, eigenlijk. En, uh, uh, en ook strijd ik, strijd ook tegen onrecht al heel lang. In uh, allerlei, op allerlei manieren. En uh, nou, toen zei ik ook, Ze doen precies hetzelfde. Ik doe niet. Uh, ik ik, ik heb geen wapen, ik gebruik een camera. Je zitten er al een paar dagen. Hoe gaat het fysiek en mentaal met jullie? Want jullie hebben dan een klein beetje eten en een klein beetje water. Soms af en toe. Een, je krijgt een biertje soms, soms boden ze zelfs een joint aan. Hoe, hoe gaat het met jullie? Nou, het gaat slecht met ons. Uh, ik, heb, uh, ik heb zelf. Uh, uh, PTSS. En ik zie het in de ogen van mijn, uh, mijn metgezellen, zeg maar. Hè. Ik zie dus dat het bij hun ook gebeurt. En uh, ik ben daarvoor behandeld, uh, heel lang geleden. Ik, daar bestaat een hele goede behandeling voor. Dat is uh, EMDR. Mm -hmm. En uh, kan ik iedereen aanraden die iets naars meemaakt. En um, dus ik... Ik zei altijd, van, nou, als, jullie hier, als, we hier ooit, als we hier überhaupt ooit vandaan komen... dan zijn jullie uh, klaar om uh, flink geëmderd te worden. Moet je meteen mee beginnen. Als je... Want ik zag die schrichtige ogen die ik, me, die ik mezelf herinnerde... uit de spiegel van mezelf. Ja. Van vroeger, toen ik uit Bosnië terugkwam. Ja. En fysiek, qua eten en drinken? Nou ja, fysiek... Uh, ik ben veel te dik, dus... Uh... Voor mij was het niet zo. Uh, uh, ja, nou ja. Uh, gesloopt. Mm -hmm. Totaal gesloopt. Uh, hoopjes uh, misery waren we. Ja, dat wel. Kan je ons uh, meenemen naar de vrijlating? Op een gegeven moment hoorden we dat we vrijgelaten zouden worden. Maar dat geloofden we niet helemaal. Want dat was ons eerder verteld. En toen hadden ze zich verslapen. Onze bewakers. En onze, nou, onze bewakers niet, maar onze. Commandant had zich verslapen. En toen. Um, nou, toen werd het een dag of de dag daarna um, was het ineens zover. En um, nou, ga maar, kom maar dan. Kom maar jongens, we gaan de hut uit, we gaan uh, weg. Um, er kwamen jongens aan met onze foto die foto's van ons maakten. Alsof we een grote gelukkige familie waren. Met strijders en gijzelaars. Uh, allemaal op de, op de kade of op die uh, blooplank. En um, ja, alsof, uh, ja, alsof we afscheid uh, gingen nemen. Ondertussen zag ik dat. Uh, Alla, heette die. Als nickname was dat natuurlijk. Um, die zat groot te pakken met geld uh, te tellen. Nou bleek dat maar 50.000 euro te zijn. En dat is heel weinig voor drie witte gijzelaars, mm -hmm. Snap je? Maar voor hun is het heel veel, toch? Ja, maar ook voor hun is het heel weinig. Want ze hadden al veel meer van tevoren gehad. Dit was gewoon een, een extraatje wat, nog, wat, er nog, wat ze er nog uit hadden gesleept. Ze waren eigenlijk al betaald. Oké. Okay. Daarom ja, namen ze genoegen kwam ik achter uit opgenomen gesprekken die tussen de gijzelaars en de gijzelnemers. Die waren opgenomen, kwam ik erachter dat uh, ze helemaal niet geïnteresseerd waren in de hoogte van het bedrag. Waar waren ze wel geïnteresseerd in? Om ons los te laten. Om jullie? Om ons vrij te laten. Dat wilden ze. Ja. Ze wilden uh, er gewoon nog een slaatje uitslaan. Nou, nee, ze. Uh, nee, nee, begrijp me niet ja. verkeerd. Uh, ze waren niet geïnteresseerd om daar echt een slaatje uit te slaan. Want dan zouden ze veel meer kunnen krijgen. Okay. Maar er werd vijftig geboden. En dat namen ze meteen. Mm -hmm. Van een heel slap verhaal. Ja, nu zijn de banken dicht. Maar ik heb nu vijftig. En dat kan, je, dat kan ik je nu komen brengen. Het is gebracht, ook inderdaad, door mijn vriend Jack. Die ik uh, al eerder had ontmoet op een eerdere... Uh, dat ik daar toen er nog vol oorlog was, nu was er een soort uh, uh, bestand. Een Ment, Movement, Emancipation Niger Delta, had alle kleine groeperingetjes, één groot leger samengevoegd. Dat mm -hmm. was inmiddels omgekocht door Shell. En die krijgt elk jaar nog steeds 10 miljoen dollar in grote plastic zakken, vanen zakken, krijgt die 10 miljoen dollar van Shell betaald. Om al die jongens rustig te houden en wapens zelfs in te leveren. En toen gingen wij daar varen nadat het bestand was afgekondigd. Dus het was een soort van schijnveiligheid? Oh ja, de, uh, nee, het was wel veilig, maar we ja. werden gewoon eruit gehaald. We moesten, we, moesten, we moesten weg. Ja. Weg uit het celgebied. Het cel heeft zijn eigen leger, dat is het uh, Joint Task Force. Moet je voorstellen, een, een land wat een eigen leger heeft in een ander land. Mm -hmm. om, zijn, om, zijn, uh, business. om zijn business te beschermen. Dat is een racketeering business. olie, uh, om door te kunnen blijven, olie stelen. Best, uh, dat is ook het gevaarlijkste. Uh, daar ben je banger voor, voor dat leger, dat je die tegenkomt in die uh, creeks, dan voor rebellen. Want die schieten meteen, die uh, Joint Task Force. En de rebellen kan je over, kan je dealen, kan je yeah. praten. Kun je zeggen: we kennen je commandant, we komen naar Boy jo uh, George Boyloof. Commandant Boyloof, dat is jullie. Uh, dat is Ment. Dat is de God, die heb ik ook hier in Amsterdam nog ontmoet. Dat is. Uh, ja, de grote baas, die is het ook zeg maar, overkoepelende orgaan van de gewapende strijd tegen, tegen Shell. Shell. Ja, jullie waren natuurlijk ook acti activisten, dus jullie, dus jullie waren banger voor het degen van Shell, zeg maar. Ja, ja. omdat we, we wisten van, we hadden ook een boot die sneller ging dan waarvan we wisten, we moesten altijd een boot hebben die sneller gaat dan de Shell-boot. Ja, Want anders beter geweest als je ze tegenkomt. Uh -huh. um... Oké, okay, dus jullie staan op de kade, er worden foto's gemaakt, er wordt geld geteld. Ik kan me voorstellen dat dat wel weer een beetje hoop geeft van, er gaat nu iets gebeuren. Ja, maar het is heel spannend, want uh, we weten niet wat er gaat gebeuren. We weten helemaal niet wat er gaat gebeuren, maar we worden dus in een bootje meegenomen. Weer uh, geblinddoek, ik mag rechtop zitten met die rare petten weer op en die jas aan zodat ze niet zien dat je... Wit dat ik wit ben. ben. Ja. En... Um, um, hey, we zijn opgetogen dat we... Misschien wel vrij... Uh, nou, we worden op een gegeven moment vrij mogen komen. Hè, en dan worden op een gegeven moment... Worden we gezegd van oké, okay, die stijger oplopen. Komen ergens aan. Ik hoor een dorpje ook weer in de verte. En we worden... Uh, die stijgen op en wordt gezegd: rennen, rennen. En ik zeg tegen Aertel en Marianne: Als je hoort schieten, ga je meteen liggen. En we rennen, rennen. Achter een uh, zo n, zo n soort bush in. Bananenbomen zie ik. En prachtige begroeiing. En. Uh, zijn vlakbij een dorpje. En. Uh, die Rastaman is er ook weer bij. En. Uh, we staan te wachten en ineens zie ik een heel klein bootje, echt een eenpersoons bootje met een heel klein motortje. En daar komt Jack, mijn vriend Jack. Die staat in die boot, zo heel statig staat hij zo. Die heb ik leren kennen, want ze zelf een. Uh, uh, die zat bij MENT, die vocht voor MENT. Dus het is een, een, een van de rebellengroepen. Ja, Niet, een van ja. de rebellengroepen daar en, daar kende ik hem van. En van een, die was, had ook in die boot ja. met ons toen we gegijzeld werden. Ja. En die had zich aangemeld als vrijwilliger om de gevaarlijkste job te doen. om met 50.000 euro. Um, de, daar de Creeks in te gaan varen. Wat natuurlijk idioot is. Zonder bewapening of wat dan ook. En. Um, wat een held wel dat hij dat doet. Die, heeft al, die hebben ze al eerder ontmoet. En, uh, want die heeft het geld al betaald. Die heeft het geld gebracht. En nu komt hij ons halen. En uh, wij stappen in het bootje. Bij hem. Ik zeg hey Jack, nice to see you. En uh, we varen daar weg. Zeg je dan nog dag tegen de anderen? Of is er een soort van... Ja, we, we roepen uh, uh, Astawana. Dat is wat een soort die is roepen. Die riepen we naar hun. En toen... En toen een middelvinger, ja. Ja, en toen uh, waren we weg daar. Mm -hmm. ja. ja. En dan zie je op die boot. En dan? Nou ja, en dan... Uh, werden we, toen werden we... Uh, ontboden, zeg maar. Uh, bij de... O Nederlandse ambassadeur. Mm -hmm. Dus daar werd je heen gebracht? Ja, en dan... Moet je dan gelijk ook veilig op die boot of... nee helemaal nee. niet. Oké, okay, je voelt nee. nog steeds niet die vrijheid. Nee 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 nee. nee, 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 nee. Er kan nog steeds iets gebeuren. Ja. ja. Dat, dus dat continue stresslevel is er gewoon. Ja, heel hoog stresslevel. Ja. En uh, dat hield ook niet op. Dat was uh, dat zelfs tot we sliepen daar en uh, slaap je bij de ambassadeur, noten bij de benen. Ja. In Nederland staan tanks ja. voor de deur om zeg maar. Uh, om af te, te beschermen. En voel je nog niet veilig eigenlijk. Want die tanks die staan er ook niet voor niks natuurlijk. Nee. En uh, nou, toen uh, sliepen we daar uit. En toen, werden we, toen, werden we, echt, toen ontmoeten we die uh, ambassadeur weer. En die zei, willen jullie alsjeblieft niet uh, vertellen... Dat, jullie, uh, los, dat er los geld is betaald voor jullie? Ik zei, nou sorry, want dat gaan we dus echt wel doen. Ja, nee, zei hij, want uh, los, dat moet je niet doen, want uh, ik kan het beter niet doen. Je moet het natuurlijk zelf weten, maar je moet het beter niet doen. Want uh, dat uh, lokt kidnapping uit. Ze zei nee. Uh, plunderen hier door de Nederlandse regering. De zaak vervuilen, dat lokt kidnapping uit. Niet de zaak op zijn kop zetten. Daar, en toen kreeg je dus uh, op het eind uh, dat de... de, de dat uh, ik zei in het nieuws bij Paul Witteman dat er wel losgeld was betaald. Ja, dat is nog een ding. En dat Sani zei dat er niet betaald werd. Omdat, ja. Uh, ja, wat was zijn reactie van de ambassadeur? Dat jij zei van, je wees hem eigenlijk even op de feiten van wat nou, Shell in Nederland... Gaat, en... uh, als je dat gaat zeggen tegen de media, dan lusten ze er wel pap van, zei hij. Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar ja, goed, je sprak hem ook aan op zijn verantwoordelijkheid, wat er daar allemaal ja, maar ja, gebeurt. Ja, daar reageert hij niet op. Dat is. Nee, uh, nee okay. ik heb ben helemaal ik heb, ik heb hem helemaal gedaan ik zei: Jullie moeten hier doodschalen. Ja. Wat Jullie hier doen. Ja. Hoe is het eerste telefoongesprek naar huis? Emotioneel. En fijn. En. Uh, ja, dus ik vertel dat ik er weer aankom. En. Uh, ja, Ondertussen uh, zijn er tickets voor ons uh, geupgraded. En hoe? vliegen we eerste klas uh, terug. En dan zet je weer voet op Nederlandse bodem. Ja. Hoe, neem ons mee, hoe, hoe is dat? Dan zie je ook iedereen voor het eerst. Ja. Ja, nou ja, iedereen uh, is hartstikke bang geweest hè, dat, je niet, uh, dat je niet meer terugkomt. Dus er zat er was een. Uh, ik heb een vriend die is uh, captain, uh, de KLM, die had een. Ruimte geregeld waar iedereen zat, al die familieleden en kinderen daarvan, mijn kinderen en iedereen. Hoe was het om je kinderen te zien? Ja, fijn. Mm -hmm. Ja. Wat zeggen zij tegen je? Ik hou van je papa. En dit is de laatste keer dat je, dat je dit soort dingen doet. Mm -hmm. Dat zeiden ze echt tegen je van. Komt dat op dat moment ook al binnen? Ja, nieuw ook. Mm -hmm. Ja, het is voelbaar. Nee, ik kwam heel binnen, ja. 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 Ik heb ik me ook aangehouden. Ja? Ja. 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 En um, ben je dan in één ruimte ook met Marianne en Erhard? Die zijn er ook, ja. Die zien ook hun kinderen? Ja. Eén groot brulfestijn. Ja. ja. En dan, jullie nemen afscheid van elkaar? Ja. Ook gek, want het is een soort van je... Jullie zijn een soort ja, een soort heel raar, ja. geweest. Ja, 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 ja. ja, het was ook raar zelfs om... Uh... Om niet met z'n drieën te slapen. Ja. Hoe is, het, uh, hoe is de, de dag hierna? Hoe verloopt dat? Ja, heel on, uh, onrealistisch is het allemaal wel. Ja. En eigenlijk niet te bevatten. Het is een enorm contrast van, uh, van dat. Die twee werelden waar je dan... Uh, of in die ene waar je maar heel even in hebt gezeten. Die andere die ken je natuurlijk al wat beter. Ik moet zeggen, die wereld van. van psychopaten en, en, en vrijheidsstrijders. En, uh, die ken ik ook. Mm -hmm. nee, daar voel ik me ook verwant mee op een bepaalde manier. En waar zit dat hem in? Nou, een soort gekte die je uh, eigenlijk wel nodig is. Om, uh, die eigenlijk wel nodig hebt om te overleven. En. Uh, en er moet eigenlijk zoveel veranderen in de wereld. Ja. Um, hoe gaat het nou met Erhard en Marianne en spreken jullie elkaar veel? Nou, we spreken elkaar niet veel. Het gaat nu goed met ze, maar het ging heel lang, misschien jaren niet goed met ze. Ze hebben jarenlang MDR gedaan en therapie en. Uh, uh, en zijn daar heel goed uitgekomen. Ze zijn een stel geworden. Oh, echt? Ja. Wat leuk. En hebben nu een boerderij met schapen. Oké, okay, wat leuk. Wat anders. Ja. Zij waren toen nog geen stel? Nou, niet echt. Dat was wel okay. wat, maar dat was niet echt een. Uh, nee. Al oh, wat bijzonder. En zien jullie elkaar nog wel eens? We zien elkaar zeker één keer per jaar. Oké. Okay. En meestal in uh, uh, 5 mei, want dan, we zijn uh, 5 mei uh, ontvoerd. Mm -hmm. En dan bellen we elkaar. Schrijven we mailige appjes. En, mm -hmm. um, we hadden het tijdens de gevangenschap hadden we het veel over eten, omdat we niks kregen. En dus we eten regelmatig samen. Of tenminste, in ieder geval één keer per jaar. Mm -hmm. En met jouw traumaverwerking? Jaren daarna? Ja, ik, ik ben. Uh, ik, uh, kijk, een, een trauma verwerk je niet echt. Uh, je leert ermee omgaan en dat is wat ik kan. Mhm. Mm nou ja zo goed uh, zoals je zoals je ziet zo kwaad en zo slecht als het gaat ja maar je hebt wel aan de belofte gehouden om nooit meer op een gevaarlijke nou te toen, toen uh, de oorlog uitbrak bij Oekraïne in Oekraïne had ik we ik wel ontzettend veel behoefte om, uh, om daar iets te doen ja maar je hebt het niet gedaan nee oké okay. wat zou je aan onze luisteraars willen meegeven met alle met alles wat jij hebt meegemaakt en ook ja, misschien welke lessen heeft het jou gebracht? Ja, ik heb wel uh, veel van geleerd, moet ik zeggen. Eerlijk gezegd. Niet alleen van deze ontvoering, maar ook al andere dingen die ik uh, in de oorlogsgebieden heb meegemaakt. En het was natuurlijk niet alleen maar, niet alleen maar verschrikkelijk, maar ook uh, ja, ik heb uh, ik weet wel wat wat kwaliteit van leven is, bijvoorbeeld. En uh, ik loop niet de hele dag met een stagrijnige smoel rond. Uh, omdat, uh, nee, ik, ik, ik heb er wel van geleerd om... hoe je moet leven ook. En hoe je kan genieten van het leven. En, uh, echt leven. Ik wil je onwijs bedanken dat je vandaag gast wilde zijn... voor Heel je verhaal. Gedaan. En mooi ook inspirerende woorden. Dank je wel. Ik hoop het. Zeker weten, zeker. Dankjewel. Welkom. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een nieuw bijzonder verhaal en ik spreek dan een overlevende van de watersandramp. en het is echt mega interessant geworden. Dus abonneer op de podcast en laat ik weten wat je van deze aflevering vond. En ken je misschien iemand die ook een inspirerend verhaal heeft? Laat het me dan weten. Je kan me mailen op info.veldeigenverhaal.nl Tot volgende week.